eten verbindt elkaar. Dat is heel raar, maar het is wel. Ik ben begonnen als kok toen ik 15 jaar was, hier in de buurt en in een restaurant. Dat al vanaf jongs af aan had ik er veel passie voor. En kookte ik met mijn ouders en keken we televisieprogramma met Cas Spijkers. Daardoor wilde ik echt kiezen voor dit vak. In 2014 zijn we open gegaan met het restaurant. Met 30 couverts kijken we wat het gaat doen hier in Tilburg. 4 jaar later, vol restaurant, groter team en we kroonden met Michelinster. De Michelinster hebben we ontvangen afgelopen jaar. Ik denk door vooral hard hebben gewerkt afgelopen jaar met heel het team. En we hebben allemaal dezelfde passie om echt iets moois, iets gaafs neer te zetten. Ik denk dat we beloond zijn. Ik ben ervoor gegaan eigenlijk voor Ster, maar nooit aan toegegeven. Ik vind dat het op een natuurlijke manier moet gaan en niet op een geforceerde manier. Je moet kunnen koken, je team moet er klaar voor zijn. En als je merkt dat je elke dag op je tenen aan het lopen bent, dat je het voor elkaar kan krijgen, zeg maar, dan ben je niet goed bezig. Je gaat het op een natuurlijke manier, rustige manier en je krijgt hem, kun je het volhouden, anders niet. Ik voel zij zelf van het duurt nog een aantal jaren, maar de gasten gaven aan van, vinden jullie wel 1 à 2 sterren? Dus ja. Eigenlijk spelen wij elke dag voetbalwedstrijd. Elke dag heb je een ander tegenstander. En zo moet je het niet zien als tegenstander, maar zijn je gasten. Dus je weet nooit wat je kunt krijgen. En moet je elke dag met je team op elkaar ingespeeld zijn. Er hoeft maar 1 speler iets minder zijn best op een dag te doen. Waardoor de ander iets harder moet rennen. Het zal niet meer vloeiend lopen. Dus je bent echt elke dag topsport aan het spelen. Het team van Benaar is helemaal op elkaar ingespeeld. Bediening tot keuken, tot afwas, tot alles op en eraan. Iedereen moet gewoon knallen. Waardoor je totaal een gave wedstrijd hebt gespeeld. Je hebt de wedstrijd pas gewonnen als je vandaag gevoel hebt s'avonds. Dat je denkt van tof, het is een gave avond geweest, alles goed gegaan, geen klachten. En mensen zijn blij de deur uitgegaan. We zijn heel erg bezig met beleving. Veel gave aparte presentaties. Uiteindelijk gaat het toch echt om het eten. Met mooie producten iets gaafs kunnen maken. En vooral creatief. Ik zeg, iedereen kan een stukje vis op een andere manier bereiden. En elke kok doet het op een andere manier. En ik heb een bepaald idee bij hoe ik dat graag zou willen hebben. Wat misschien een ander zou hebben. De inspiratie om gerechten te maken komt vanuit mijn hart. Puur passie wat ik heb met koken. Zelf proberen dingetjes te combineren. En vooral niet kijken wat anderen doen. Maar puur zelf creatief zijn. Zodat je eigen gerecht gaat worden. Voor de opening van restaurant Benaar heb ik meegedaan met een wedstrijd. Het beste varkensvleesgerecht van Nederland. Daarbij heb ik gewonnen. Ik sta 100% achter al mijn gerechten die hier op de kaart staan. Alleen als ik een favoriet mag kiezen, is het ook een combinatie van vis met vlees. Dat is een combinatie met paling en een varkenshiel. We gebruiken best wel vaak stikstof in ons menu. Voor de presentatie. Mensen moeten amuseren, zin hebben om te gaan eten. Dus het beeld wil ook iets zeggen. Dus als iets zweeft, dan ja, dat is natuurlijk wel een trigger om te zeggen van nee, dat vind ik gaaf. En je kunt gaaf kooktechnieken toepassen met stikstof. Ja, gasten geven wel aan dat ze vernieuwende dingen proeven. Nee, een keer een wortel op een andere manier proeven. En dan praat je over een bepaalde textuur, dus de textuur van het product en vooral de smaak. Je kunt ook totaal andere manier opgaan met de wortel. Daar moet je een beetje gek voor zijn, denk ik. Ik denk een soort bibliotheek in mijn hoofd, bepaalde smaken en smaken gaan te combineren. Maar vooral proeven. En dan kom je op nieuwe ideeën, verrassende smaken en gave combinaties. In de keuken heb ik totaal 20 verschillende leveranciers. Puur om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Elke dag wil ik de meeste mooie gave producten hebben die op de markt te verkrijgen zijn. We hebben gekozen voor een open keuken om gasten mee te kunnen laten kijken wat er nou eigenlijk op een avond gebeurt. Dat we met z'n allen kaarsen aan te knallen. We hebben niks te verbergen.
Een groot compliment van afgelopen jaar is tijdens de Michelin-uitreiking dat werd gezegd: Molaar is beleving en je bent heel erg bezig met presentatie op het bord.